dames en heren, we hebben in ons land een democratie om te koesteren. Waarbij we allemaal onze stem uitbrengen en mensen vervolgens hun best doen om het land daarmee te dienen. Ik heb zelf de afgelopen bijna 20 jaar de Partij van de Arbeid vertegenwoordigd. Ik was raadslid en wethouder in Amsterdam. Ik was lokale burgemeester, waarnemend burgemeester. Ik was minister en vicepremier. En nu ben ik Kamerlid. En die democratie moeten we nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Daar hebben we alle goedwillende mensen voor nodig. En onderschat niet wat de schade kan zijn van de complottheorieën, het besje op onze democratie of het salonpopulisme waarbij aan talkshowtafels wordt afgegeven op de elite en de macht. Dat berokkent veel meer schade dan men doorheeft. En of het nu het Capitool is of het provinciehuis van Groningen dat bestormd wordt, het is niet om te lachen. Op dit moment staat met de toeslagenaffaire de politiek zelf en de politieke cultuur onder het vergrootglas. In mijn analyse is die affaire een voortvloeisel van tientallen jaren aan gestapeld wantrouwen. Een toeslagensysteem dat niet werkt en een mensbeeld dat de overheid vijandig heeft gemaakt tegen de eigen inwoners. Er is de afgelopen tijd ook veel gesproken over mijn rol in die affaire. Ja, ik was minister van Sociale Zaken in die vorige grote crisis die ons land bezighield. Nee, ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen. Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging. Ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen. Als minister heb ik verschillende wetten gewijzigd en aangepast omdat ze te ver gingen in de fraudebestrijding, omdat mensen ten onrechte fraudeur werden genoemd. Ik heb boetes gematigd. Ik heb gewerkt aan een beter systeem voor de kinderopvangtoeslag, maar dat is er niet gekomen. Ik accepteer het als mensen kritiek hebben op wat ik heb gedaan als minister, of als ze teleurgesteld zijn in wat ik wel en niet heb bereikt. Maar diegenen die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken of mij van kwade intenties beschuldigen, die weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe. Mijn ouders hebben mij opgevoed met de opdracht om je in te zetten voor andere mensen. Dat betekent dat ik dit werk doe uit dienstbetoon. Om me in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben. Dat heb ik als minister gedaan, dat heb ik daarvoor gedaan en dat doe ik nu. In die 20 jaar heb ik me consequent sterk gemaakt voor het recht van alle kinderen op een eerlijke kans. In die 20 jaar koos ik altijd de kant van werknemers. Ik heb consistent het belang verdedigd van een sterke rechtsstaat waarin ieder mens vrij zichzelf kan zijn. En ik heb de kunsten verdedigd. Politici zijn passanten, maar met elkaar geven we op verkiezingsdag richting aan de toekomst van het land. En ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijker toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over het Nederland na corona. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen, maar stel me niet opnieuw verkiesbaar. Ik heb steun gekregen van ongelooflijk veel mensen binnen en buiten de partij. Dat heb ik zeer gewaardeerd. Ik zie er naar uit om op een andere manier, op een andere plek en op een ander moment de samenleving te dienen.